Ik heb een nieuwe PC, maar hij wordt een beetje heet. Het is me gelukt om de temperatuur van de CPU met 22 graden te verminderen. Maar dat niet alleen. Hij is ook nog sneller geworden. En sneller. En zuiniger. Heb jij een Ryzen 5000 of 7000 CPU of een NZXT H1 V2, dan moet je dit zien. En als je gewoon benieuwd bent hoe ik dit heb gedaan natuurlijk. Tot zo. Dit is dus mijn nieuwe PC. Of ja, niet helemaal. Ik heb mijn Strix 3080, Ryzen 7 5800X en de SSD's gerecycled. Maar de rest is nieuw. En hij is, zoals je ziet, een stuk kleiner dan mijn vorige case. Hier is mijn vorige case. Is nogal een verschil. That's what she said! Dat hij zo klein is, maakt het natuurlijk een stuk moeilijker om hem te koelen. Ik had hier 10 fans in zitten en een 240 mm radiator. En dat past hier natuurlijk niet in. That's what she said. No. Ik wilde al langer mini ITX gaan en toen ik samen ging wonen met mijn vriendin en we mijn bureau gingen delen, moest mijn PC verhuizen naar de vloer. Mijn PC gaat natuurlijk niet op de vloer staan, hè? Dat snap je natuurlijk ook wel. Dus ik moest op zoek naar een manier, een kast, die wel op mijn bureau kon. Al snel kwam ik uit bij de NZXT H1 V2. Deze kast heeft het bekende sandwich design, maar dan verticaal, zodat hij een zo klein mogelijke voetafdruk heeft. Kijk hiernaar. Dit is de footprint. Dit is heel gevaarlijk wat ik doe, maar even voor jullie illustratie. Daarbij heeft hij een ingebouwde 750 watt voeding, die ik vervangen heb door een 850 watt voeding, maar maakt niet uit. Een ingebouwde op maat gemaakte 140 mm waterkoeler en een compartiment met een extra ventilator voor de videokaart. Genoeg koelpotentie zou je zeggen, maar niet genoeg voor mijn 5800X. Die werd namelijk flink warm tot wel 95 graden. En dat kan ik natuurlijk niet hebben. Er is alleen een probleem. Normaal zou je zeggen, oké, dan koop ik een betere koeler toch. Misschien wat fans erbij en klaar. Maar, zoals ik zei, de waterkoeler is op maat voor deze kast. Je kunt er niet even een andere koeler in zetten. Wel kun je de fan upgraden, dus ik kocht zo'n beetje de beste, duurste 140 mm fan van dit moment. Maar dat haalde best wel weinig uit. Doe je 30 euro, zwaai maar dit in. En nu denk je misschien, Gijsje, als je het niet met koelers of ventilators kunt oplossen, heb je gewoon een te kleine kast gekocht voor je hardware. Er is geen magische instelling waarmee je je temperaturen verlaagt zonder nadelen. Jawel. Ja, die is toch wel. Dat ga ik je vandaag laten zien. Maar ik ga er ook meteen bij zeggen, dit is relatief geavanceerde materie. En ik ga dus niet alles van begin tot eind uitleggen in deze video, want dan wordt die lang en saai. Dingen als in de BIOS komen en het kleren van je CMOS moet je al begrijpen en kunnen voordat je de dingen die ik in deze video laat zien gaat uitvoeren. Dus denk je nu, Gijs, waar de fuck heb je het over? Dan moet je je eerst even gaan inlezen op de makkelijkere dingen. Daar gaan we. Ryzen 5000 en 7000 chips hebben een functie die PBO2 heet, of Precision Boost Overdrive 2. Een door AMD gestandardiseerde overclocking suite die voor zover ik weet in alle moederborden zit die een 5000 of 7000 chip ondersteunen. Behalve A-chipsets, denk ik. Dus A320 en A520. A420 bestaat niet. Misschien daarom juist. Ze wilden hem niet 420 noemen. Nou, hoe kom je bij PBO2? Voor mijn moederbord, de MSI MPG B550i Gaming Edge Max Wifi, staat het onder OC, Advanced CPU Configuration, AMD overclocking. Hier zetten we Precision Boost Overdrive op Advanced en PBO Limits op Manual. We beginnen met het verlagen van de power target naar 105 watt. Standaard is dit op de 5800X 140 watt en dat is echt nergens voor nodig. Ik kom er straks op terug waarom. Dan gaan we naar de undervolt. Dat doen we via Curve Optimizer. Daar selecteer je All Cores, dan Negative, want we gaan naar beneden aanpassen. En vervolgens kunnen we de magnitude aanpassen. 30 is het maximale, dus ik zou aanraden om gewoon eens op de helft bij 15 te beginnen en te kijken of dat stabiel is. Is het dat niet, dan verlaag je hem. Is het wel stabiel, kun je hem verhogen. Herhaal dan een paar keer. Je snapt me. Als je dat een paar keer gedaan hebt, dan is je undervolt klaar. Hey! Even bewijzen dat het werkt. Onder volledige belasting met IDA 64 en MSI Combustor werd mijn CPU 91 graden. En dat was dus nog erger voordat ik die fan geüpgrade had, hè? 94 graden of zo. Ook trok de CPU meer dan 140 watt. Maar het ergste was dit. 53,5 decibel.
De GPU is nooit een probleem geweest, gelukkig. Die wordt maar 71 graden. Wat toch maar laat zien hoe goed ze dat voor elkaar hebben bij deze case. En zie je die? Ik ben fan. Natuurlijk heb ik even de prestaties getest ook. In Cinebench haalde ik 14.619 punten, waarbij de temperatuur meteen steeg naar 84 graden. In Modern Warfare 2, de enige game die ik zo'n beetje speel op dit moment, haalde ik op mijn settings 152 fps bij een verbruik van ongeveer 100 watt bij zo'n 63 graden. Nou, na de Undervolt ziet het er zo uit. Onder volledige belasting werd de CPU nog maar 78 graden. Nice. 13 graden minder en hij trekt ook ongeveer 40 watt minder stroom. Zou dat komen door dat 40 watt lagere power target wat we hebben ingesteld, Dylan? Wat denk je? Nee, hij voelt zich gewoon bezig. De videokaart werd nog steeds 71 graden, dus daar is niks veranderd. En dan het geluid. Luister. Dat is nu nog maar 42,5 decibel. Het kan nog minder, laat ik je zo zien. Maar even door naar de prestaties. In Cinebench haalde ik nu 15.043 punten. 3% meer! Wow. Ik heb nooit gezegd dat hij veel sneller werd. Oké, het is niet veel, dat snap ik ook. Maar het is mooi meegenomen bij minder lawaai en een 13 graden lagere temperatuur. In Modern Warfare 2 haalde ik weer 152 fps. Wat natuurlijk super logisch is, omdat de GPU de bottleneck is. Maar wel 50 graden in plaats van 63. En een verbruik van 75 watt in plaats van 100. Need I say more? En nu denk je misschien, we hebben het voltage verlaagd. We hebben het power target verlaagd. Hoe krijg ik daar nou meer performance door? Magic. Nou, minder stroomverbruik en een lage voltage betekenen minder warmte. Waardoor de chip de boost clocks omhoog zal gooien. Wil je echt de maximale clocks? Dan kun je het verlagen van power target skippen of zelfs verhogen. Maar de daling van je temperaturen is dan minder. En dat was bij mijn kleine kastje dus geen optie. Heb je dus een degelijke koeler, voel je dan vrij om te experimenteren met al deze waardes. Start je PC niet meer op of is hij instabiel, dan reset je je instellingen in de BIOS of clear je je CMOS. Clear je je CMOS, Jezus, en probeer je het opnieuw. Dit werkt voor alle Ryzen 5000 en 7000 chips, maar ik moet er wel bij zeggen dat de resultaten natuurlijk kunnen variëren. Ook boeken 8-core chips sowieso de beste resultaten, doordat ze maar 1 CCX hebben met 8 cores, in plaats van de warmte te verdelen over 2 core complexes. Oké, de andere tweak die ik gedaan had is vooral, of eigenlijk alleen maar, interessant voor mensen met een H1 V2. Ik heb namelijk de ventilator die standaard op exhaust staat, op intake gezet. Dat liet de CPU temperatuur verder dalen naar 69... graden. 22 graden lager dan aan het begin van dit avontuur. De GPU vindt dat wat minder leuk. Die wordt nu zo'n 74 graden, maar boeien. Boeien, Ruur. Boeien. De CPU-temperatuur is veel lager en de PC is nu nog stiller, namelijk maar 39 decibel. Nog een keer luisteren. Goed, nou, ik ben dik tevreden met deze resultaten. Zo zie je maar wat je met wat tweaken en het omdraaien van één fan kunt bereiken. Ben jij nou op zoek naar een nieuwe game PC? Ja, die moet er wel in. Dan weet je waar je moet zijn, readingsgaming.nl. En vond je zo'n wat diepere video met handige tips nou leuk om te zien? En heb je een tip voor de volgende video? Laat het weten in de comments. Zorg even dat je geabonneerd bent om nooit meer iets te missen van Readings Gaming. En tot de volgende. Doei. Zeg maar doei. Doei! We moeten wel Mina hebben. Mina, kom even zwaaien. Mina uit de Discord server is hier, dames en heren. Dit is er dan. Hoi. Tadaa. Oké, nu ben ik weer.